Ik ben Bas Spikman en wat ik doe is ik breng speelgoed, duurzaam speelgoed, voor kinderen aan huis. Ik kwam er laatst achter dat sommige kinderen geen Sint op bezoek krijgen. En ik denk, ieder kind verdient een cadeau van Sint. En zo ben ik eigenlijk met een actie gestart omdat ik wist dat er eigenlijk heel veel speelgoed niet gebruikt wordt. En wat op zolder ligt, bij mezelf ook. En ik dacht, oké, ik ga een oproep plaatsen om te kijken van wat voor speelgoed er aanwezig is. Kom ik het graag ophalen, sorteer ik dat, pak ik het in. En dat is zoveel geweest. Mensen hebben echt veel gedoneerd in Baarn en omgeving. En ik denk gewoon dat het echt te veel was. Want mensen bleven na de actie ook nog door mailen en doorbellen van ik heb nog meer speelgoed. Dus omdat het zoveel was, zijn we het ook voor de kerst gaan gebruiken. En komt er nog meer binnen, dan gebruiken we het weer voor volgend jaar. Ik heb het voor de Sint-actie heb ik het naar verschillende stichtingen gebracht. Waarom is stichting Sint voor Iedereen. En ook de stichtingen hier in Baarn. En het kerstdiner cadeautjes die breng ik nu naar Lokaal O of naar Happy Kids. Zodat elk kind echt wel een fijne decembermaand heeft.